allemaal, ik ben Martijn van Beul, de leraar Bas aan de Kunstacademie Noord-Limburg en ik stel jullie voor aan de contrabas. Je zou zeggen, de contrabas, dat ken ik al uit het klassiek orkest. Ja, maar de contrabas op een bepaald moment is ook opgepikt geweest door de jazzmuzikanten. Wat hebben de jazzmuzikanten gedaan? Ze hebben er vooral in de eerste plaats alleen met hun vingers op gespeeld in de rechterhand. Was er nog anders? Een contrabas in een jazzband of in een latinband of in een popband of in een ander soort types orkesten is altijd maar het enigste basinstrument. Wat doet de bas? De bas geeft de laagste tonen van de muziek weer, van het orkest, en werkt ook heel goed samen met de drummer om het ritme mee te geven. Drummers kunnen wel eens luid zijn, dus deze contrabas heeft ook een pick-up, zodat ik die in de basversterker kan steken. Dan klinkt hij een beetje luider. En dat is de contrabas. Die heeft de functie, een heel functioneel instrument in het orkest samen met de drummer om de muziek te ondersteunen. En dat klinkt zo.